Aan de Weteringschans in Amsterdam staat dit gebouw uit 1881, de industrieschool voor vrouwelijke jeugd. In 1865 gesticht bestond de school deze dagen 100 jaar. Een eeuw geleden was het bijzonder vooruitstrevend een school op te richten waar meisjes een vak konden leren om een zelfstandig bestaan te verwerven. Natuur- en scheikunde behoren tot de vakken die onderwezen worden in het kader van voedingsleer en warenkennis. Maar groter aandacht wordt besteed aan modetekenen bij de speciale opleiding die er in dit vak op de school gegeven wordt en aan kostuumnaaien in het algemeen, dat zowel in de huishoud- als in de beroepsopleidingen een grote plaats inneemt. Naast borduren wordt ook weven beoefend als een zeer vrouwelijke bezigheid. Gevoel voor kleur is hierbij even belangrijk als het ontwerpen en het lezen van patronen. Ontelbare malen zijn die weefspoelen in de school heen en weer geschoten. Zij schikten de draden in die 100 jaar telkens anders. En een kleine tentoonstelling laat zien wat de meisjes van de school op het ogenblik weven. Daarnaast eisen borduur- en stofversieringskunst hun deel van de belangstelling op. Het was een aardig idee om meisjes in kostuums van 100 jaar geleden de bezoekers van de tentoonstelling rond te laten leiden. Die kostuums maakten de meisjes zelf naar tekeningen van 1865. Veel motieven voor versiering van stoffen bleven in die 100 jaar hetzelfde, al maakten nieuwe ontwerpers er weer op een andere manier gebruik van. Zo hebben de bezoekers van de jubileumtentoonstelling een grote variatie van werkstukken gezien. Van imponerende japonnen tot kleine poppetjes. En poppetjes gezien, kastje dicht.